Ja, dus ondertussen heb ik de tank eraf gekregen. Ik heb er wel licht bij gezet, want het was anders. Ik heb hier zo'n hele brei van draden. Zonder extra verlichting is het moeilijk om daar iets uit op te maken. Het verwijderen van de tank. Je hebt hier een lange bout in zitten en dan een afstandbusje. En ik kreeg de tank niet meteen vrij hier, maar dat was omdat dat busje er nog tussen zat. Dus dat busje mag je niet vergeten. Een blokje hout om de tank recht te houden. En dan zijn er verschillende connectors die je moet losmaken. Eigenlijk de tank ligt hier. Dus hierop zitten verschillende connectors. Dat is de brandstofaansluiting, dat zijn twee elektrische. En dan heb je daar nog twee darmpjes die wat voor de overloop of zo, denk ik. Dat zijn gewoon rubberen darmpjes. Van die darmpjes stond er iets bij. Hier, dat is zo'n darmpje. En dan hangt er hier nog een ander. Die elektrische connectors, dat zijn deze. Zijn vrij eenvoudig. Je moet... hier is het, denk ik. Ja, hier moet je op duwen. Maar dan komen ze los. Maar die was wel nog een moeilijke. Daar zit een plastic ding over. Wacht, hè. Dat rood dingetje, dat rood kapje of oranje. Het is een beetje dat kleur. Hangt daarover, dus dan moet je er afschuiven. En dan is het eigenlijk gewoon hierop duwen en zo eraf trekken. Maar je kunt dat heel moeilijk zien omdat die tank daarover hangt. Dus het is heel lastig om... En als je niet weet wat je moet doen van actie, ja, is het niet zo eenvoudig. Ondertussen heb ik ook gezien dat ik hier aan die draden wat schade heb. Dus dat ga ik herstellen, dat ik daar geen kortsluiting krijg. En dan was ik op zoek gegaan naar een vrije stekker. Ik had eigenlijk alleen maar deze stekker die vrij is. Maar de stekker van de quickshifter past daar niet op. Die van de quickshifter is zoiets. Dus dit was het niet, dan ben ik verder gaan zoeken. Je hebt hier van alles zitten. Maar alles wat hier zit is eigenlijk aangesloten. Dus dat was het niet. En ik was eigenlijk al een klein beetje van plan om het op te geven. Maar dan herinner ik mij dus die handleiding van Triumph zelf. En als ik daar op ga kijken. Afbeeldingen, afhankelijk van je type motor. Daytona, Street Triple R, gewone Street Triple. En dan nog afhankelijk van je serienummer ook. En dat is die dat ik nodig had. En dan zie je dat de kabel eigenlijk niet hier van onder zit. Maar achter die Ascenda relais zou moeten zitten. Dus, dat zijn die relais. En hierachter zou er een kabel moeten lopen. Nu, er is hier maar één kabel. Dat is deze. Die niet naar zo'n relais gaat. En daar zit effectief iets. En ik dacht oorspronkelijk dat dat naar hier ging. Maar ik begin te denken dat dat... Ja. Oké, dat is hem. Dit is zo'n blanke... Een dopje eigenlijk voor mijn plug. Moet hier gewoon van tussen krijgen. En dan ben ik vertrokken. Yes. Ja, dat is hem. Dus dan moet hier een beetje... Dan moet hier onder leven volgens mij. Want hier komt de tank tegen te zitten. Ik ga die ook herstellen. Hier heb ik ook wat schade blijven, maar ik ga dus gewoon met een klein beetje binnenband van de fiets dat erover. En dan elektrische tijd erover. En voor die heb ik eerst die afzonderlijke draadjes afgeplakt. Dat ze niet kunnen kortsluiten. En nu ga ik daar ook rond wat fietsbandrubber leggen. En aftypen. Oké, de kabel is verstevigd. Hier zit dus die fietsband onder, hier ook.
Oké, tussen het originele quickshifter rot als die is eraf. Er zitten zo van die pinnetjes in, zo in. Je moet dat er zo aftrekken en dan zo eruit halen. Die zitten hier voor zodat die bal daar niet uit kan. En zo er rond, dus zo eraf trekken en zo eruit halen. En dan kunnen die er vrij gemakkelijk afvallen. Zo. En voor de bevestiging van de nieuwe, dus er zitten in de verpakking twee lengtes. Voor de street triple staat er hier allemaal op. Je hebt eigenlijk afhankelijk van je model heb je een afstand nodig van 203 of van 208,5. En voor de 203,5 moet je die korte koppeling gebruiken. En voor de langere afstand moet je die langere gebruiken met dat moertje er nog tussen. Dus ik heb de korte nodig. En dan is de kwestie van die plug door dat gat in het frame te steken. Die er daar terug op. Die er daar op. En de kabel moet je blijkbaar zo er rond doen. Wacht, zo dus, zo er rond. Kijk wat je dat kunt zien. Maar dus de kabel zit hier met een... komt hier uit de sensor. Hangt hier met een kabelbinderke vast. Hierin ook nog een keer met een kabelbinderke vast. En dan gaat hem, dus hij komt hier bovenuit. Zo rond naar boven. En hier moet ik dan de BT2 nog verbinden.